Ja, Thomas, we bevinden ons op verboden terrein. Zeker. Ja, dit is het terrein van Evides. Hier komt drinkwater vandaan, Spaarbekken de Gijster. Een gigantisch waterbekken met een hele hoge hoogspanningsmast. En juist daar zit het tweede broedpaar van de visarend van Nederland. Het was even varen. Anderhalf uur varen, geen straf met dit weer. En nu gaan we straks met de elektrische auto, met de auto een kijkje brengen bij dat nest. Kijk, het zullen niet heel veel mensen weten, maar hier is een enorme zoetwatervoorraad in het grootste drinkwaterbekken van Zuidwest-Nederland, de Gijster. En uiteindelijk, na filtering, na 3-4 bekkens, komt dit water uit de kraan in de regio Rijnmond. Het is groot, joh. Hij is groot, hè? Ja. Nou, en die hoge mast, ja, daar zit het tweede visarendpaar van Nederland. Een vertrouwd beeld met links op de vleugel, op de bovenste vleugel, een berg met takken en ik denk een broedende vogel. En rechts zit een vogel te posten, een visarend. Rechtsboven op de vleugel, die houdt de wacht. Nou, zoveel natuur in de Biesbos en dan kiezen die visarenden een kunstmatig stukje. Zeker, hoogspanningsmasten. Super veilig wel. Er zitten vaak roofvogels in hoogspanningsmasten. Zelfs de enige aalscholverkolonie van het gebied kiest voor deze mast. Ja, het is hier rustig, ja, en vooral heel veilig. Hè. Het is een soort van eiland en visarenden hebben graag veel uitzicht. Ja, waar kan je dan beter zitten dan in de hoogste hoogspanningsmast van het gebied? Dus zo'n vrouwtje die ligt echt gewoon een hele dag daar op dat nest. Dag en nacht. Die eieren warmte. Te houden. Ja, dat vrouwtje ligt dag en nacht te broeden. Lijkt me vreselijk saai. Alhoewel het uitzicht, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Zie je, nu is het er even af. Dat kan ook, dat mag ook even. Het is niet om ons. In ieder geval, dat is het belangrijkste. En weer terug. Even de vleugels trekken. Ja, dat is letterlijk even de vleugels trekken. En volgens mij moest er ook even gepoept worden. En het nest moet zo goed als schoon gehouden worden. Er liggen natuurlijk al grote visgraten in. En ja, dat zal er niet heel lekker ruiken straks. Ja, vogel ligt weer. Hoe komen die dieren in de Biesbos verzeild? Ja, visarenden kwamen eigenlijk altijd op doorreis door Nederland. En de afgelopen jaren... Ja, dat liep bijna synchroon met de grote natuurontwikkelingsprojecten. Ja, zagen we dat vogels steeds vaker en langer bleven pleisteren, bleven hangen. En sinds 2016 heeft dat geleid tot het eerste broedgeval van Nederland. Dus ja, de vogels waren eigenlijk op weg naar hun huidige broedgebieden, Duitsland en Scandinavië. En hebben dus nu ook ontdekt dat Nederland best een geschikt gebied is om uit te kiezen als broeddomein. Heb je nu heel veel jaloerse collega-boswachters uit de rest van het land? Ja, behoorlijk. En ja, ik denk wel dat we de komende jaren echt vanuit diverse hoeken vanuit Nederland dit gaan meemaken. Het begint nu hier, best wel snel toch wel. Vorig jaar het eerste broedpaar, nu het tweede paar. Ja, mini-kolonisatie, die is nu eigenlijk gaande. Ja, straks zijn de andere gebieden aan de beurt. Hier wordt de basis gelegd van een visarendenpopulatie die hopelijk heel Nederland doorgaat. Is dat ook lastig voor bijvoorbeeld Tennet, die toch ook onderhoud zal moeten plegen aan zo'n mast? Dat is op zijn minst gezegd een beetje onhandig. Wel een beetje inherent aan de locatie hier, want de afgelopen jaren zijn de hoogspanningsmasten heel populair bij broedvogels, slechtvalken, aalscholvers en nu dus ook die zeldzame visarend. Daar dien je echt rekening mee te houden. Nou, dit is wel een spectaculair beeld. Is vorige week vastgelegd door een vogelaar en een fantastische foto leverde dat op. Het gedrag is als volgt. De visarend die je boven in beeld ziet, die probeert een vis af te pikken van een zeearend.
We hebben gelezen dat die zeearend net bezig was met een karper. En die visarend, ja, die pakt eigenlijk de makkelijke weg. Die zeearend heeft een visvangst gedaan. En die visarend probeert die prooi af te pikken. Dat is wel dapper, want die zeearend is natuurlijk veel groter en sterker. Die is veel groter en sterker. Maar hier zijn visarenden eigenlijk in gespecialiseerd. Een aantal soorten doen dat, waaronder visarenden. Een ander het werk laten doen, zodat je zelf gemakkelijk bij je vreten kan komen. Een beetje luie beesten eigenlijk. Eigenlijk een beetje luie beesten, ja. Ja, het is een hele spectaculaire actie, want hij hangt helemaal ondersteboven, hè, die zeearend. Ze hebben genoeg te eten op het moment, hè, die visarenden. Ja, het is op dit moment iets later dan normaal dat de brasems gaan paaien. En die trekken dan de ondiepe kreek in. Ja, dit is echt het formaatje wat visarenden geweldig vinden. En ja, nu zitten ze hoog in de ondiepe zones en zijn ze een makkelijke prooi voor visarenden. Nou, het liefst eigenlijk nog even wachten totdat die zeearend hem voor je vangt. Ja. Zodat je hem af kan pakken. Eigenlijk wel, dat is het makkelijkste. Dat zie je straks veel. Nog even en de karpers gaan paaien. Ja, die zeearenden die eten vaak hele grote schubkarpers. En die visarend die pikt dan weer die karper af van die zeearend. Het wordt alleen maar gezelliger erop in die biesbos. Ja, het een heeft heel veel met elkaar te maken. En dat maakt het zo boeiend wat hier allemaal gebeurt. MUZIEK